Nou, zijn we er een beetje klaar voor, jongens? Of nog niet? Even 3 seconden. Zo. Goedenavond. Oh my god. Hey, ik hoor het niet. Oh. Ik heb mijn geluid... per ongeluk... uitstaan. Oeps. Maar hoe dan ook zag ik de donatie in beeld. Dus Tijn, dankjewel jongen. Voor die 1,11. Hi. Goedenavond jongens. Ja, het is nog rustig. Ik denk dat iedereen nog moet komen. Iedereen moet nog weten. Iedereen moet nog begrijpen dat ik lekker op vakantie ben geweest. En ik ben nu lekker terug. Ik heb je gespot in de clip van Physical Jack. Yes, yes, yes. Dat klopt, ja. Dat klopt. Hé! Hey! Ze is thuis. Mijn schatje is thuis. Hi schatje. Sarah! Huh? Sarah kent Fysiotech. Die heeft vaker hem gezien. Dus zij kreeg gewoon een DM'tje. Van, hey, wil je meedoen in de clip? Ik zeg, ja, de vriend wil ook wel meedoen. En zo ging dat. Hi, schat! Hi! Dus zo ging dat, Jur. Maar ik wil eventjes wat reclame maken. Het is trouwens gratis reclame, want
Ik heb het gekregen gewoon. Van Nacon heb ik een hele vak. Ik ga het toch even laten zien. Helaas kan ik nu natuurlijk niet deze game mee spelen. Game maar ook, ja, nu wel, ja. Ja. Nou ja. Ja, een beetje ken ik hem, ja. Maar ik ga even reclame maken, jongens. Ik heb namelijk van de week gekregen van Nacon een hele mooie speciale Xbox. Ik speel toevallig ook de Xbox. Mooie speciale Xbox controller van Revolution X. Dat is eentje met allemaal van die speciale knoppen die erop zitten, die je kan programmeren en zo. Daar ga ik een keertje mee spelen, dus dat is super tof natuurlijk. En een vette nieuwe headset. Die komt aanstaande vrijdag pas uit. En daar maak ik ook nog even een Insta-post van. Nu morgen, ik zou het eigenlijk vandaag doen, maar ik doe het morgen eventjes. En dan een linkje naartoe waar je het ook kunt kopen en zo, dat soort dingen. Dus een nieuwe ding. Ja, ik zag het inderdaad. Voor mij is de poes hier gekomen. Maar dat heb ik dus gekregen van Nacon. Super tof natuurlijk. En ik loop even naar mijn meisje toe. Even een knuffeltje geven. Ik ben 1 seconde ben ik terug, jongens. Dat is 1 seconde, je begrijpt wat ik bedoel. Even een paar seconden ben ik terug. Zo, ja, Sarah is weer terug. Jezus, mensen. Ik ben blij, jongens, ik krijg een nieuwe PC van de week. Ja, knuffel. Ja, ze had nog wat door te geven, zeg maar. Want ze had storing ook hier met de GSM-master. Lekker. Dus ze kon helemaal niet internetten, zeg maar. Versturen, berichtjes. Ook dat nog een keer bij. We gaan carrière verder mee, jongens. 1 speler. We gaan naar Canada. Kijk. Blame Canada gaan we doen. Ja, geluid doet het, hè, jongens. Iedereen even een likeje droppen, zou ik tof vinden, jongens. Wat is dit? Kiezen autocross of de rivaalduel? Doe wel eens. Kijk je Prelli Hot Lap. South Park. Blame Canada, ja. Formule 1. Rivaldo, bereid je voor om te strijden tegen in gelijke bolide. 3 rondes. Oké. Okay. Ja, weet ik. Ik ken het. Ik ken South Park, dat nummer kijk ervan. Ik zeg het ook wel, Blame Canada.
Wat bedoel je ermee? Kamerdeur open? Nee. Ik zag een kindje, ja. Hij klemt mijn slot, ding is kapot. Maar hij de kar kan niet meer naar binnen nu. Kar kan niet meer naar binnen. Tenminste, ja, of hij moet handen gekregen hebben. Yes. Lekker. Nou, nog een keer. Komt-ie. Smikkel, dus zo'n speciale auto, een bolide staat er in ieder geval. Ja, maar ja, ik weet niet wat het voor eentje is, maar het is een speciale auto voor deze race. Zo'n Porsche is dat toch, geloof ik dat het is? Weet ik veel. Aston Martin, dankjewel. Sorry, Aston Martin. Hey Ajax, goedemiddag jongen. Oh, nou begin ik op naar achteren. Even slapen, lekker 10 uur slapen. 8:30 uit bed. Oké. Ga je echt 10 uur slapen? Jezus. Nee, Sarah wel. Nee hoor. Sarah kan ook goed slapen. Neftruk. Oké. Wat doe je voor werk dan, Ajax Live? In de lood, ja, oké. Dat zeker weten, Tijntje. Ja, goed hoor, Floris. Helemaal. Oké. Is er nog speciaal iets, Ajax, wat je moet in het magazijn beheren? Of is het gewoon allemaal random dingen? Ik ben vanaf 2 uur aan het werk tot 10 uur. En morgen 6 uur ochtend werken tot 3 uur. Dat is lekker, hè? Dat is lekker, jongens. Dat is lekker. Wij gaan naar Gilles Villeneuve. Wij gaan even kijken hoe de ontwikkeling zit trouwens met al die upgrade. Anderhalf miljoen. Oh, we hebben geld. Kijk. Hoog staat mijn AI nu. Ja, niet hoog. Niet hoog, maar het is ook anders echt niet te doen, nee, jongens. Na race, dan moet ik hier gaan en dan kan je het veranderen.
Zoals kijken, voor mij maar 50 of zo. Maar ik ben eerlijk, het is anders niet de race, joh. Ik weet, het is het doel eigenlijk wel. Natuurlijk, iemand upgraden en zo. Maar het is echt heel erg... voor mij heb ik echt maar... 55. Ja, ik stuur het je. Maar kijk, weet je, het is ook niet... ik kan wel hoger zetten. En dat is misschien nog wel iets realistischer, hè, jongens. Alleen, het nadeel is gewoon dat ik dan nooit, maar dan ook nooit, top 10 kan halen. Want iedereen is sneller, want ik heb een kutbak. Dus ik moet wel iets lager zetten om het leuk te houden, snap je? Racen, Mattie en Rob, ik wil best wel racen tegen ze, maar ik denk niet dat ze durven, Maxime. Anders moet je het daar achterlaten, jongens, in de comments, als jullie dat willen. En hey, je gaat ook een keer racen met die gekke vis. Ik vind het prima, hoor, als ze durven. Ja, toch? Nou, dankjewel, Marvin. Kijk, dat is nou een aardig antwoord, Marvin. Wij gaan training doen. Toch? Lang, volledige kwalificatie, lange sessie racen, ja. Oké. Jouw type gaat hartstikke goed, jongen. Lekker vakantierace vorige week. Vlogs, ik heb toevallig al op mijn pc gezet van de vlogs. 3 vlogs gaan daar komen, jongens. 3 vlogs van. Op het tweede kanaal. Hou je van kaas? Natuurlijk hou ik van kaas. Kaas is het lekkerste wat er is. Wat is je favoriete kaas? Heb ik niet. Heel oud. Van die hele oude dat er helemaal wit uitslaat. Van de zoutkorrels. Die oude kaas. Dat is de lekkerste kaas. Nou, mooi. Good to go. Nou, gaan we, jongens. Gaan even training doen. Wel een mooie baan vind ik dit, jongens. Ja, daar staat ook mijn parodies op, type. Bartalk heet hij. Gaat trouwens wel qua naam veranderen, jongens. Want Bartalk gaat op Twitch komen. Net zoals uiteindelijk ook Formule 1 op Twitch gaat komen, jongens. Bartal komt er snel aan. Wij gaan eerst dit weekend uit eten met de hele groep van de moderators. Wij hebben zondag een etentje. En daarna gaan wij meteen beslissen wanneer Bartalk gaat komen. Maar dat gaan we dus doen op Twitch. Als je uitroepteken social drukken. Bartalk is gewoon een podcast, ja. Alleen live podcast, ja. Ja, klopt. Hé, hey, schatje. Ja. Begin, Marvin, denk ik, met de controller. Voor de duidelijkheid, ik heb wel schade aanstaan, hè? Dan weet je dat. Zo'n lekkere baan dit, jongens. Beetje een makkelijke baan ook dit, hè. Kut!
Hoop ik dat... Ja, ik kan niet binnen tijd halen. Oh my god. Ik hoop dat ik hem even... Kan ik het halen zo zonder, denk je? Nee. Nee, dit gaat niet lukken, jongens. Ik zie het al. Oh. Wat is dit nou weer? Waarom was daar een gele vlag? Eén kanaal. Nee. Dit is gewoon, dat doe ik wel anders, Tijn. Op mijn tweede kanaal doe ik gewoon vlogs en zo en dat soort dingen. Leuke, losse video's. Dit is alleen maar gaming, Tijn. Goed zo hoor. Nou, schade. Ja, maar ik heb schade aan beide kanten, dus dan valt het wel een beetje mee, maar ik heb helemaal geen snelheid meer, joh. Ik heb geen, ik kan niet echt, ik heb korte pootjes, hè jongens. Dat weten jullie misschien niet, maar ik kan wel zo gaan zitten, maar ik heb geen, het is een, dat zit niet lekker met de stoel. Ik ga daar eens een keertje, ooit een keertje, wil ik eens een keertje echt zo'n playseat hebben. Snap je? Maar ja, ooit, zeg ik maar. We've had to spend time repairing the damage to the car. Nou. Jongens, like even allemaal de stream. Ja, PlayStation, ja, 800 of zo. Die stoel die boven staat trouwens. Dat was het dus eigenlijk. Maar ik ga dus nu uiteindelijk volgende week een nieuwe PC krijgen. Dus ja, ik heb een nieuwe PC aangeschaft. Ik schakel niet zelf, jongens. Thank you.
Kut, foutje. Aanstaande zondag ben ik natuurlijk ook weer live met Formule 1. Om 11 uur 's morgens al. Aangezien Singapore natuurlijk een uur eerder is. Daar. De sessie. Dus die begint al om 2 uur, hè, de originele race. Oh. In plaats van 3 uur. Dus aanstaande zondag. Ja. Dus om 2 uur. Oké. Ho. Kut. Ik wil eigenlijk voor laten gaan, hè? Maar ja. Ja. Zo. Ik ga nu naar binnen. Ja, ik wou het trouwens nog zeggen, jongens. Komt er meer informatie over naar buiten. We gaan dus een Formule 1 League spelen. Waarbij ik een paar weken lang met kijkers ga spelen. En ja, wil je eraan meedoen? Dat kan natuurlijk. In totaal kunnen 20 mensen meedoen. Ik zit er natuurlijk ook in, dus 20, tenminste... 20 teams, 40 mensen. 39, want ik speel mee. Maar als je mee wilt doen, dan moet je in ieder geval de Discord even joinen, jongens. En het is allemaal cosplay, dus dat scheelt ook weer. Iedereen kan gewoon meedoen waar je dan ook wat speelt. Maar, ja. Maar ik zou zeggen, join de Discord als je daar mee aan mee wilt doen. In ieder geval Formule 1. En we gaan iets van een... kijk, niet deze, toevallig deze pas geleden gekregen. Maar we gaan iets van een headset weggeven of zo. Dat soort dingen aan de winnaar... Dat is altijd leuk natuurlijk. Tijd versnellen. Hoe join je de Discord dan gewoon? Daarboven staat het, jongen, Ties. Dus, maar dat gaat op een zondag worden. En iets van 6 keer gaan we dan racen. En de 4 beste resultaten tellen mee. En vraag inderdaad ook in de main chat van de Discord eventjes om de Formule 1... rol, zeg maar. Maar doe dat vooral. Need to be sure we can
manage the tyres through a lap, so try to keep the wear down through each corner. Be especially careful accelerating and corner exit. En morgenavond gaat natuurlijk Sarah streamen op Twitch en dan gaat ze Stray doen. Dat is de game met de poesen. Misschien kennen jullie die een beetje. Wat is dit dan weer? Zo! Oh, Con stuurt even als een debiel in. Wat doe jij daar, jongen? De hele tijd verneukt. Eetslip. Kom op nou. Godverdamme, zag je het? Wat rijdt hier zo'n de... Oh my god! Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Wat deed hij daar? Dit ging automatisch trouwens, hè? Hij verloor gewoon random controle over zijn stuur. De computer automatisch vanzelf. Jezus. Formule 1 manager, ja, die heb ik ook gekregen, jongens. Die kan ik ook doen nog. Formule 1 manager. Oh, oh. Nee, op mijn kanaal, Anko. Op mijn Twitch. Dan gaat ze ook haar kanaal promoten. Zij, Sarah, heeft dan ook een Twitch kanaal, jongens. Nee, ik ga wel een keer F1 manager doen, maar ik hoop dat het een beetje, dat ik het een beetje dat begrijp ook hoe dat werkt. Dat is natuurlijk wel heel erg ingewikkeld, hè, zeggen ze. Verder heb ik het goed gedaan. Verkeerde knop.
much energy. The overtake button gives you maximum power, but it also drains energy quickly. Use it sparingly. Oops. Ik denk dat ik gebruik die overtake button, maar dat is niet slim wat ik gedaan heb. Oké, nog een ronde. Opbouwen. Dat begrijp ik. Jezus. Met een rare bocht. Holy shit, 0,6 seconden, dat is echt veel. Ik ga het niet halen, denk ik. Nou, ik moet nou indrukken. Net gehaald, zag eens. Ja, Ties, ik zag een berichtje komen. Nou jongens. Even kijken, we hebben alles gehad, hè, denk ik al, hè. Perfect. G.
Geen, deze is geen kwalificatie. Nee. Die gaan we nu doen. We gaan nu de kwalificatie doen. We slaan er gewoon de training 2 en 3 over. Dat is altijd. De sessie is ten einde gekomen. Nu over naar onze top 3. Leclerc, Sainz en Lewis Hamilton. Als je nou de trainingen van vandaag nog niet genoeg hebt, dan staat je nog een uitzonderlijk weekend Formule 1 te wachten. Nou, daar heb ik niet op zachte banden gereden, dus dat scheelt weer. Heb ik nog best wel goed gedaan qua snelheid. De pace was goed, hè. De pace was goed, zeg ik dan. Oké, regen, zoals IndyCar. Training overslaan. Gaan we de kwalificatie doen, gewoon jongens. De quali. Middelpunten. Dit waren gewoon de programma's, ja. Voor de extra punten, hè, die je kan verdienen. Op de SOS natuurlijk. Ja, we kunnen gewoon een vliegenronde. Ah, nice Xavi. Welkom terug, jongen. En nogmaals welkom bij de Fish Army, hier ook op YouTube. Stijn, goeiedag. Ja, ik ga hier tegenaan komen. Godverdomme. Dat is zo lastig om dat in te schatten in die kutbocht. Kut Ocon. Ja, hier, kijk eens. Oh, je. Oh, nou laat je me wel langs, Hufter. Hij zit ook niet zo snel eronder, zeker. Oh, jongens. Weer schade aan mijn vleugel. We hebben gek ervan, jongen. Kuttelijker. Iets eerder insturen. Ik kan niet heel goed die bocht pakken. Ah, ik moet naar binnen. Dat merk ik al. Nou jongens. Ja. Ik heb schade. Ik lijkt Tsunoda wel. Die heeft ook elke race een nieuwe wing nodig. Jezus, mensen. Die heeft ook altijd wat trouwens, Tsunoda. Hè? Die is ook veel te roekeloos eigenlijk, hè. Hij is wel goed hoor, Tsunoda. Maar een beetje roekeloos is hij.
Ja. Ik ga niet doorspoelen, want het is maar 17 seconden, dus dan kan ik beter even wachten. Ja. Heb je jou gezien? Luke, bro, Luke. Kan je ook Nederlands praten? Heb je jou gezien? Ik bedoel jou, heb je jezelf gezien? Want jou is aanwijzend, hè? Dus is jouw boek, jouw vriendin, jouw... Maar ja. Jou gezien. Jou. Fijn iets, ik hou ook van mezelf. Mooi, dank je. Wie van jou Singapore? Ga Verstappen. Gewoon. Verstappen. Al is Singapore natuurlijk wel veel bochten, hè. Dus dan is ook wel Ferrari wel wat, maar... Ik mag wel caps lock gebruiken, maar als je gewoon normale Sintse banden hebt... Wauwits. Ik heb een beetje te easy gedaan. Jezus, mensen. Oh, ik denk dat mijn bandjes alweer op zijn, jongens. Jezus. Ik ga even de batterij een beetje proberen opladen. Wie wordt de wereldkampioen? Dat is een hele stomme vraag. Kan alleen maar Verstappen nog worden. Als Verstappen niet wordt, dan weet ik niet meer wat hij gedaan heeft, hoor. Dan is hij gediskwalificeerd of zo. Want kan niet. Gewoon. Verstappen wordt of Singapore kampioen. Dat denk ik niet, hoor, overigens. Maar dan wordt hij wel kampioen in... Daarna, waar is het daarna? Singapore? Wat is het daarna? Ja, die 3 dagen thuis blijven. Ja, Japan. Ja. Dat is wel mooi, hè? Op die baan. Dat is wel een mooie baan, natuurlijk. Ik heb trouwens weinig power, lijkt wel. Zie je? Ik heb nog wel... Hier, druk maar... Maar ja. We gaan gewoon naar binnen. Voor mij is het een van de snelste keren toch dat iemand kampioen is geworden. Volgens mij wel. Alleen Hamilton is ook een keertje heel vroeg kampioen geworden, maar... Zo, batterij is meteen leeg. Even kijken, jongens. Ik sta derde, hè? Ja, weet ik. Ik moet mijn banden veranderen. Ik kan nieuwe banden, maar ik ben denk ik al door. Snap je? Het heeft geen nut om dan nog een keertje... Ik ben derde nu. Hij moet bij de top 15 eindigen. Ik ga ervan uit dat ik gewoon...
wel door ben. Zie je, ben door. Sorry, dat was een iemand wie zijn video verwijderd is door mij. Die wil hem toch er online zetten. No fucking way. Oké, okay. Nou, 7e, dat maakt niet uit. Q1 is het, ja. Die is gehaald, dus dat maakt niet uit. Oké, nu heb ik nu mijn nieuwe banden. Lucas, dus ja, dat maakt er niet uit. Nieuwe bandjes. Hup. Naar TV en Vettel. Ik zag zo had toen al zijn contract verlengd, hè, geloof ik. Hè? Die zit er wel in. Ricardo die gaat toch naar... Ricardo gaat toch weg? Of niet? Of is het volgend seizoen misschien? Ik dacht dat Ricardo wil naar de NASCAR, toch? Oh, ik dacht dat hij naar NASCAR wil. Oké. Ik had het gelezen hoor, had ik dat. Oké. Wow, ik was 1.13.9, oké, wou zeggen. Ik ga het nog een keer proberen hoor, maar ik denk niet dat ik het haal. Ik heb weinig power, denk ik nu. Ik kan misschien een extra ronde erop aan hangen.
Zie je echt te weinig power. Ja, ik haal dit. Breek hem af. Hij wou NASCAR doen, toch, Stijn? Ik dacht dat hij NASCAR wou doen, dat had ik gelezen. Hier, Daniel Ricciardo krijgt kans op de race voor NASCAR team. Dat is trouwens ook sportnieuws. Is 10 uur geleden. 3 dagen geleden zien we Ricciardo in NASCAR vanaf 2023. Als ik Google, vind ik dat ook. Nou, ik kan hier nog een keertje op rijden. Zevende sta ik weer. Zie je, er zit niet veel meer in, hè? Qua snelheid, jongens. Fuck, ja. Verneukt, ja. Ik wou, ja, die kost tijd. Maar hoe dan ook, er zit niet veel meer in. Er zit niet veel meer in, gewoon, qua kracht in die auto. Oh, misschien nu, omdat ik nu een veel sneller die start-finish overheen kwam. Dus mijn beginnen is veel beter, zie je? Nu heb ik 14e. Misschien kan ik nu iets pakken. Ja, ik heb 19, ja, een paar seconden, zie je? Maar ik heb nog maar 20% batterij. Kom op, gas, 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 gas! Batterij leeg. Fucking hell. Batterij leeg. Zevende.
Ja, iedereen sturen, ja. Ik hoop dat ik nog naar buiten kan. Rondje is 1.20. Ik heb een minuut. Ik denk niet dat ik het ga redden. Ik denk dat ik klaar ben. Ga je naar bed, Anko? Wat rustig, jongen. Ik heb maar een minuut. Ik denk niet dat ik ga redden, hoor. Gaat redden, ja. Als je spreekt over de duivel. Ja. Ik heb een probleem. Door hem, ik kan mijn ronde niet maken, zie je? Hey, kijk hier. Ik moet inhouden. Nou, volledige kwalificatie, nee. Dus Q2 was dit. Q2. Maar ja. Wordt 7e, 8e. Maar dat maakt niet uit. Top 10 ging het om. Ik kan nu qua 7e worden. Dan kan ik in ieder geval naar Q3. En daar moet ik een rondje van mijn leven rijden. En Ricardo is er ook nog uit. Waar verneuk je mijn ronde, lul? Hij is 11e geworden, zie je? Q3. Ga ik even proberen, even de korte route. Kijk of daar wat meer snelheid mee maak. 300 over de finish.
iets krapper insturen. Oh, hier pak ik hem al. Hier pak ik hem goed. Of 9, dat is mijn record hoor, ja. Even kijken. De batterij is nog helemaal leeg meteen. Ja, de ronde is heel belangrijk. Die bocht is heel belangrijk, Marvin. Nee, maar ik kan wel een beetje oefenen. Ja, toch? Even kijken. Ja, ja, ja. Live meekijken. Orkaan Ian komt aan wal in Florida. Ja. Gezellig. Ik heb zeker verse softs, Marvin. Ik heb toch weinig verbruikt. Ik heb alleen maar die standaard. Oh, wacht. Ik moet even kijken wat trouwens ik heb. Heb je brandstof op 5 kilo staan? Kan je dat ergens instellen? Serieus? Kan je dat ergens instellen? Ik weet het echt niet, hè. Afstelling. Oh, hier zeker, bovenin. Ja, dan moet ik. Nee, moet ik controle pakken. Dat is echt irritant, dat werkt niet. Hier zeker. Oh, niet. Maar ja. Ja, te veel moeite, jongens. Sorry. Ga ik ook niet doen. Wacht even. Oh. Waar gaat hij ineens remmen? Ik haal hem al niet. Oh. Ik pak het volgende rondje. Maar ik spaar mijn batterij even op. Ik pak het volgende rondje. Het ging iets. Ja, ik nam hem iets verkeerd en remde heel veel. Ik moet de volgende ronde pak ik hem.
Laat me even, ik bewaar even mijn batterij. Ik kan twee rondjes kan je rijden. Heb je nog net genoeg in je tank? Oh, kom iemand uit het ding! Godverdamme! Faal. Ja, faal. Ja, maar ga nou langs. Ja, doe het zelf, hè? Nou, ik liet maar voorgaan. Dus dan krijg ik een tijdpenalty, dat ik hem tegenhoud. Dat ook wel eens gehad, hè? Dan krijg ik 5 grit. Oké. Maar dat doet niet meer uit qua. Dat weet de computer toch niet. Laatste rondje gaan we in. Nee, jongens, wat doe je nou? Laat maar. Zou het zijn als ik nog pol heb, maar ik denk het niet hoor. Ik denk dat ik gewoon P3 krijg of zo uiteindelijk. Kwalificatie voltooid. Nou, iedereen moet binnenkomen. Best geen vlaggetje leren zetten. Fantastic, you've got pole position. Okay. Pole. Dat is een tijd geleden dat ik pol heb gehaald, jongens. Zag er niet zo aan uit naar die eerste twee kwalificatierondes. En nu kutstart, ja, dat is altijd zo, toch? Dus, het gaat eigenlijk bijna nergens over, toch, Tijn? Ook het echt. 0,09, hè? Nu de kwalificaties afgerond zijn, blijft alleen het hoofdevenement nog over. We zijn morgen live, zonder reclame, voor de Grand Prix. Vergeet dus niet te komen. Maar soms, maar ik bedoel, in het echt gaat er eigenlijk nergens over. Dan gaan ze helemaal starten voor pole position. En de eerste bocht, één klein 0,1 seconde laten reageren. En je bent in één keer, bab, dag. Dag, pole. Het gaat bijna nergens meer over, maar ja. Het hoort erbij, hè, bij de sport. Nou,
Nou jongens, dan gaan we even 35 rondes. Nou. 35 rondes. Trekcontrole, ja, trekcontrole. Ik heb gewoon eigenlijk, ik heb alleen schade uitstaan en ik heb hallo en welkom weer op de Notre Dame voor wat wederom een ongelooflijk. Hoe heb ik weer aanstaan? Laten we de opwarmronde, dat soort dingen en de snelheid van je in je pit. Nou. Positie bouwen. Iedereen begint trouwens zo hard. Zo. Lekkere start. Ik had even niet in de gaten. Hé, hey, schatje. Ja, ze mogen wel inhalen hier in die opwarmronde. Maar je moet wel, uiteindelijk moet je, ik moet op 1 staan. Oh! Ik heb geen schade gewoon. Geen schade. Nee, in de game mag het wel. Ging een beetje verkeerd. Jongens, like nog even de stream trouwens als je het niet gedaan hebt, hè. Oh. Gaan we, hè. Go, go! Oh, goede start. Maar ik begin op mediums, hè? Hun op hard.
Oei! Als jij zegt deze, Marvin, zit er ongeveer 5 seconden tussen, hè? Voordat ik het antwoord weet. Als jij zegt, oh, deze moet je anders nemen, dan zit ik alweer in 2 bochten verder. Oh, deze dus. Godverdomme! Oh my god, zeg! Maar het stond nog harder. Iemand heeft het harder gezet of zo. Want dit was echt veel harder dan eerst. Oh my god, zeg. Ja! Echt waar. Dat is echt heel erg, was deze. Maar echt maar, heb je hem harder gezet of zo? Want het was echt mega hard dit. Sorry dat ik het zeg, het was mega hard. Wow, lekker bochie. Dit was echt veel harder dan eerst. Nou, kutbocht gemaakt alsnog.
Maar ja, dat is beter dan geen schade. Echt, in ieder geval geen schade. Ja, jongens. Ja, wel iets harder gezet, maar deze was echt veel harder. Want je hebt namelijk in het begin van de stream had je het ook gedaan, toen hoorde ik het ook, toen was het niet zo hard. Ja, ik moet even opletten nu, want nou zit ineens het science in mijn DRS. Dat is echt kut dit, hè. Ja, nou zit hij in mijn DRS, godverdamme. Oh my god, ik kan geen bocht meer maken. Surprise, motherfucker. Ja, dat is beter. Ja, DRS. Ga nou maar uit die DRS komen. Ik zou zeggen, ik rijd op mediums en hij op hard, maar ja, maar ik heb de mindere auto. Einde van deze race. Ja, deze bocht valt, de bocht valt nu al mee. Ik pak hem wel steeds beter. 0,5. Oh my god. Nu heb ik niet goed genomen. Komt-ie. Oh, oh, oh! Wat een faal! Oh my god! Ik kon niet bewegen! Jezus! Ik kan niet meer sturen daar! Oh wow! Wow, 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 wow! Oh. Hij mag inhalen! Ga maar, laat maar gaan! Kijk, nu moet ik weer. Ja, kijk! Hier! Ik heb geen frictie! Holy shit! Waarschuwing! Ja, fuck jou met je fucking waarschuwing! Fucking. Ik kon helemaal niet sturen, hè? Zag je niet? Ik kon niet sturen, hè? Gewoon. Hmm.
Oh, lekker korte bocht. Heb je ook wat achter me? Kom op, gas, 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 gas. Nou, ik zit met Sainz in mijn reet. 20 seconden, ja, die is altijd weg. Weer een botsing en weer mijn fout. Dag Leclerc. Rommels, rommels, rommels. Oh, oh. Ik moet inhouden, ik moet inhouden. Maar nou krijg ik DRS als het een beetje mee zit. Oké, Norris gaat eruit. Serieus? Oh, dat was een stap, hè? Godverdomme! Oh, jongens, 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 jongens. Ja. Ja, nou is hij voorbij in mijn beeldje, maar... Mietje, ja, Mietje, ik ga FIFA streamen, ja. Vrijdagavond gewoon. Ik heb hem al, hoor, de game. Ik heb FIFA al. Hoe ga ik dit in godsnaam oplossen? Ja, die gasten geven elkaar DRS, hè, de hele tijd. Oh, nu is het ineens wel belangrijk met 2,6 seconden. Hufter. Ja, 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 ik heb al gespeeld. Ze hebben DRS op elkaar. Ja, kijk maar, hij loopt uit, hè. Ja, ik heb mediums, ja, ik heb hard. Ik weet niet... slijtage van mijn banden, denk ik. We gaan zo naar binnen. Kan ik wel het goed maken, hoor.
Ik ga naar de Hearts toe. Godverdamme. Maar dat gaat betekenen dat hun op mediums gaan. Nou, ik ga het verliezen hoor, dit dan. Ik kan het niet zien, Leonie. Nu. Maar als het onder de 3 euro is, komt het niet in beeld. Maar ik noem het dan zo meteen op. Ik heb een huge problem. Ja, daar gaat hij hoor, Verstappen. Wow. Zo, we lossen dat zo op. Ja, waarschuwing. Oh, jongens. Ja, en dat wist ik, Whoa. Teo's coming in for his stop now. There's a new strategy available on the MFT. Ik deed pitstop maken, toch? Ik heb gekozen voor die pitstop. Hier! Wat de... Ik heb zeker wel... Ik heb zeker gekozen voor de pitstop. Hier! Waar slaat dit nou op? Maar even serieus, waar slaat dit op? Ik heb stuurhulp wel aan, ja. Maar, dan nog, ik moet toch de pitstop inrijden? Dit klopt toch niet? Wacht even. Waar staat stuurhulp ook weer in ons onder? Nee. Maar het slaat nergens op dat het komt, hè? Dat het gebeurt. Het slaat nergens op dat dit gebeurt, toch? Het hoort niet te gebeuren, dit dan. Dat is een fout in de game.
That was a fantastic stop, faster than we were expecting. Nee, wat een strategie was in ronde 14 naar binnen. Dat stond er ook bij. Kijk maar terug in de stream, jongens. De pitstrategie was... In ronde 14. Kijk maar, bij de... Ik zei het aan het begin van de ronde. En de pitstrategie was 14. En toen zei ik ook confirm, zei ik dat. Eén scheel, die bandjes kunnen wel voor opwarmen. Jezus, mensen. Geen idee. Ik denk dat er toch iemand eruit is getikt. Ondertussen. Ik heb een groene vlag in die bocht. Green flag. Precies. Serieus? Zo, zal ik even afsnijden. Tering, zeg.
Oh my god. Negen seconden. Dat is een hele goede bocht. Daar komt Perez. Jammer, pik. Kom er maar voorbij. Kom maar op. Nu kijk wel een probleem. Jongens, kom op nou. Nu ga je zien, jongen. Ik heb een tragere auto. En ik rijd op hards. Oké, dat is Hamilton naast me. Maar ja, die heeft gewoon die heeft zijn Mercedes. Ik heb gewoon een etenbak natuurlijk. Nou, Alonso heeft ook DRS op mij. Jezus, mensen zeg. Oh, Hamilton. Zo, wat gebeurt daar, jongens, achter? Check it. Zo. En is 2 seconden achter me. Oké, okay, nou, perfect. Oké. Okay. Chris. Ja, ja, bla 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 bla. Ik reis helemaal aan gort. Twee seconden. Press. Stappen 13,7 seconden. Iets proberen. Maar helemaal ineens weer dichtbij. Jezus, mensen. Hoe kan hij zo snel er dichtbij komen, jongen? Oh, Leclerc naar binnen. Leclerc naar binnen.
Fucking hell. Zo! Nu kan ik hem als met DRS gebruiken. Fucking DRS en ik kom niet bij, hè. Oh, vandaar dat ik zo ver achter reed, jongens. Die gasten waren allemaal niet naar binnen nog. Ik denk, oh, hoe kan dat nou? Maar ja, nog. Ik haal ze nooit meer in, natuurlijk. Die gasten rijden op mediums. Jongens, chat, jezus, mensen zeg. Ik hoef niet elke... Jullie lopen ongeveer 3 seconden achter, hè? Verstappen staat nu 1. Dat is goed, hè? Het paar sector 1. Hebben een DRS'je. Ik kan mijn batterij niet aan en uitzetten, dus gaat het automatisch. Kom op. Ondertussen Hamilton achter me. Die is ook heel dicht bij elkaar bij mij. Daar komt Hamilton. Hij gaat de binnenkant nemen. Kut, ik heb hem de binnenkant gegund. Heel slecht gedaan. Oh! Oh, ik ben helemaal fucking...
Ik moet binnenkant nemen. Kijk. Oh my god, oh my god. Nou. Jezus. Holy shit. Kijk, slim. Dat is beter, dit. We zijn slim toch, Tijn? Beetje slingeren, dan kan je niet. Ja, ik probeer het ook, maar het is soms lastig. Met iemand in je reet. Godverdomme. Ja, zo! Hallo! Wie ramt nou wie, hè? Wie ramt nou wie? Die ramt echt zo. Gunk, gunk. Gunk, gunk. Dat is ik niet het idee, hè? Ja. Hij zat aan de binnenkant, ja dat weet ik, weet ik. Ik weet het, hij heeft voorrang, maar ja. Maar toch, je zag wel echt hem naar mij insturen, zeg maar. Kijk, nou de hele tijd, ja, nou zit ik alweer 4 seconden achter Perez. Ik heb nou natuurlijk de hele tijd heb ik gevecht met Hamilton, daar word ik helemaal gek van. Nou, ik ben helemaal... Lijpo! Oh, oh. Ik begin door mijn replays heen te raken. Zweet mijn eigen tering. Ik val gewoon voor mijn gevoel 10 kilo af als ik dit speel. Ik kan niet meer. Oh, ik word. Wow. Die DRS aan. Voor mij wel, voor mij haal je wel inderdaad die batterijen. Nou ja, doet hij ook ja. Ik mag hem in. Ik ben heel eerlijk, hè. Ik vind hem onsportief, Hamilton. Hij zat nou te zeiken dat de Red Bull zo sterk is. En dat is helemaal niet meer leuk, zegt hij zo. Nee, gek hè? Jij was ook 8 jaar lang de sterkste auto. Jongen, jongen, jongen.
Zijn jankertje. Verstappen weer pits in. Ik word aangeraakt trouwens. Ik kan er weinig aan doen. Ik kan er maar niks doen. Ja. Ik kan niet. Ik zie allemaal stukjes vliegen. Oh, zo! Oh my god. Fuck you! Zo! Dit gaat niet goed. Ik wil hem echt eraf rammen. Oh, ik wil hem eigenlijk zo graag eraf rammen. Zo graag. Zo, maar ja. Nee, oei. Je hebt dan geen kracht meer, hoor. Hey. Zo. Ik heb... Ik heb echt... Ja, ik heb nou een probleem. Ik heb trouwens twee mensen om me heen. Zo. Later. Oh. Verstappen, die gaat naar buiten. Kijk, daar is Verstappen. Ik werd gewoon gesandwiched, hè, ja. Zo! Wat is dit voor... Hallo? Wat gebeurde er, jongens? Oh, jongens. Ja, dat zou helemaal te zeggen. Dangerous driving. Perez weer een pitstop. Oké, dag Perez. Daar gaan mijn banden, zie je? Banden gaan slijten, jongens. Je had eerste kunnen worden, dat is een goeie. Tijn, ik vind het een hele goede opmerking. Je had eerste kunnen worden, ja, ik kan ook 20ste worden. Ja, wat een opmerking. Je had eerste kunnen worden. Beetje. Zo. Even. Regen?
Ben ik al binnen hoor. Ben ik al aan de thee. Hey, mijn teammate is uit de sessie. Natuurlijk, mazzel. Ja, daar reed ik mee, ja. Ja, ik heb een probleem. Ik ruk zo op mijn stuur eraf. Godverdomme. Jezus. Ik ruk zo mijn stuur eraf. Oh, 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 geen vlag. Wie? Caution. Ja, was dat Theootje? Ja, dat voel ik al, pik. Oh, Perez op softs, Verstappen op softs. Oeh, beetje ruim. Ricardo. Oh jongens, ik heb echt voet. Oh, de grip levels gaan echt naar beneden nu. Nee, je merkt het echt, Marvin. Het ligt echt aan de banden. Het gaat toch gewoon goed. Ja, je kan wel remmen. Maar anders remt hij zelf, ja, klopt. Oké. Oké, dit is je final lap. Final lap of the race.
by 5/10 a lap. Maar Verstappen rijdt nooit meer pakken natuurlijk, ik hoor gewoon P5. Tenminste, ik moet even oppassen, let op Russel, achter me. Carlos Sainz heeft gewonnen, oké. Zo, een hele slechte bocht. Gaat het spannend worden? Nee, gaat het spannend worden? Nou. Nee. Dank je, Tijn. Nou ja, het waren 34 rondes, 40 rondes met terug, 40 rondes met terugspoelen. Jezus, mensen. Ja, ik kwam er niet bij. Je merkt dat die auto gewoon niet zo sterk genoeg is. Is het tijd voor het klassement? Charles Leclerc, hier, moet voorstellen. Ik ben gewoon 1,1 seconde langzamer alsnog hè, dan Leclerc. In mijn snelste ronde, zie je? Hij had de perfecte strategie en reed steeds het tempo om die ook waar te maken. We zien hoe het met het constructeurskampioenschap staat. Ferrari maakt het gat bovenaan het klassement groter. Ondertussen goed werk van het eigenaar-coureursteam dit weekend, die zichzelf verder opdringt. Ik ben uitgeput. Nee, ik ben ook uitgeput. Oké. Nou. Theo, je hebt het dus niet goed gedaan. Die is weer uit, hè. Die is weer af. Godverdomme. Jezus. Kijk, alle upgraden. Hé, upgraden. Ik krijg wel upgrades nu, jongens. Groot-Brittannië gaan volgende keer naartoe. Even kijken of ik... Ik moet eigenlijk, denk ik... Ik kan het ook nog niet doen. ...40% faalkans. Nou. Ik weet dat we hadden gerekend op wat nieuwe ontwikkelingen, maar sommigen hebben de kwaliteitscontrole niet doorstaan. Je hebt momenteel niet genoeg om het contract van je teamgenoot te verlengen. Oh ja, lekker. Hoe gaan we dat dan doen? Dat zien we de volgende keer maar weer. Had ik hier nog wat... Hey. Kan ik nog wat sponsoren erbij doen? Gedankt aan Umbertragung! Highland. Kan ik die ook nog even? Iconax. Oh, die kan ik wel nemen. Tekenen? Ja hoor.
Waarom niet, toch? Beetje geld proberen extra te maken. Oh ja, ontwikkeling. Wat is dan weer niet gelukt hier? Die kan ik trouwens nog wel instellen. En deze was, even kijken. Deze, MGU. Natuurlijk is dat mislukt. Bloedhufters. Fucking hell. Zie je, dat is toch mislukt. Oké, nou, dan kijken we volgende keer wel weer. Oké, nou. Jongens, gaan we afsluiten. Ik ben trouwens ook echt kapot. Godverdamme. Tot morgen? Nee, morgen jongens, overdag. Fortnite. Even kijken. Op Twitch natuurlijk. Als Twitch weer werkt, vind ik het wel. En in de avond... Oh, sorry. Gaat Sarah dus live om 8 uur. Jongens, ook op Twitch. Met Stray. En... ja, hopelijk tot dan. Zou ik zeggen. Hele fijne avond.